200 jaar koninkrijk vieren we dit jaar en al net zo lang is er discussie over de kosten van het koningshuis. Discussie over wat de koning verdient, over uitgaven aan zijn vakantievilla en recent over de verbouwing van paleizen. Om dit soort discussies te voorkomen bedacht oud-minister Zalm 5 jaar geleden een nieuwe begroting waarin bijna alle kosten bij elkaar staan. Ik hoop dat nu duidelijk is dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen, laten we zeggen, de koningin als persoon en het staatshoofd en de kosten die worden gemaakt om die functie te vervullen. Als je alle onderdelen van de begroting van de koning bij elkaar optelt, kom je op een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro. Het onderhoud aan paleizen en de kosten voor staatsbezoeken staan op andere begrotingen. Wat de beveiliging kost is geheim, maar het is veilig om te stellen dat als je al deze kosten bij die 40 miljoen optelt, je uitkomt op ongeveer 100 miljoen aan kosten totaal voor het koningshuis. Elk jaar zo rond de behandeling van de begroting van de koning leidt de discussie over de kosten van het koningshuis weer op. Maar in de praktijk verandert er niets. De afgelopen jaren is er in de Kamer maar één keer een motie aangenomen die leidde tot een bezuiniging van ongeveer 400.000 euro. En dat is nog geen 1% besparing op de totale kosten van het koningshuis. En dan het onderwerp van de discussie. Hoe kijkt hij naar het sentiment? Laat het koningshuis ook maar eens inleveren. Ik begrijp het. Maar ik kan niet anders, nu even heel formeel antwoord, hè. Dan volgen wat de Kamer ons aan salaris en aan onkostenvoeding geeft. Daar is een wet voor, de Wet Financieel Statuut. Die is vrij onlangs met algemene stemmen aangenomen door de Kamer, waarin precies geregeld wordt hoe de monarchie in Nederland gefinancierd wordt. Als de Kamer echt iets zou willen veranderen aan de kosten van het Koningshuis, dan kan dat. Het woord is aan Den Haag.